Ze zitten niet met de handen over elkaar. Zien wonderen gebeuren. Elke dag opnieuw. Een kind zien komen. De zon zien stralen. De vogels horen fluiten. De wijze vrouw heeft bevroed. Vandaar haar naam. Vroedvrouw. Ja, hallo beste kijkers. Daar zijn we dan weer vandaag met ons programma Vrouwenstemmen. Vandaag en volgende week hebben we een serie uit het leven van een vroedvrouw. Volgende week krijgt u de film te zien, gemaakt door Noeska Brakel als regisseuse en Lily van den Berg als producente van deze film. Maar vandaag praten we met de hoofdrolspeelster. Zij is jarenlang vroedvrouw geweest. Ondertussen doseert ze bij de Amsterdamse vroedvrouwenschool. En we gaan dus met haar praten over het leven van een vroedvrouw. Welkom Imke. Goedemiddag. Ja, leuk dat je er bent. Het leven van een vroedvrouw. Even mijn eerste vraag. Wat maakt een goede vroedvrouw in jouw ogen? Wat in mijn ogen een goede vroedvrouw maakt? Ja. Een goede vroedvrouw heeft natuurlijk een goede opleiding achter de rug, zodat je een heleboel medische kennis bij je hebt. Maar dat is maar één kant van het vak. De andere kant van het vak vind ik dat je een warm hart moet hebben voor vrouwen. En oog moet hebben voor de mogelijkheden die vrouwen hebben om zelf een kind op de wereld te zetten. En het respect om daarin ondersteunend bezig te zijn. En die combinatie maakt voor mij een goede vroedvrouw. Hoe oud was jij toen je vroedvrouw wilde worden of toen je eraan begon? Ik had in mijn leven nooit, ik ben in Zeeland opgegroeid en daar is maar, vroedvrouwen zijn zeer schaars. En zeker op het eiland waar ik kwam vandaan kom, daar was helemaal geen vroedvrouw. Dus ik heb voor de verpleging gekozen in Amsterdam bij de VU in de opleiding gegaan. En daar ben ik voor het eerst vroedvrouwen tegengekomen. En in het laatste jaar heb ik er stage bij gelopen. En toen dacht ik, nou, dit vind ik een leuk vak. En dus ik ben er in 1974 mee begonnen. En helaas een jaar over moeten doen vanwege van allerlei andere omstandigheden. En dus ik was 27 toen ik startte als vroedvrouw. Een leuk vak. Wat vond je nou zo boeiend aan het vak van vroedvrouw zijn? Ik kwam uit de verpleging en uit een ziekenhuis. Een ziekenhuis is een instelling waar je ziek binnenkomt en door de structuur, de hele gemedicaliseerde traject waar je in moet, nog zieker wordt, was mijn idee. En bij die vroedvrouw vond ik het zo leuk dat je met gezonde mensen te maken had die iets heel gezonds overkomt. En daar dan eigen keuzes in moeten maken. En dat is een hele andere, een hele andere kant. Je bent met gezondheid bezig. Ja. Ja. En met mogelijkheden en niet met onmogelijkheden. Vond je nou dat toen je in het ziekenhuis bevallingen zag, had je nou ook het idee van dat kan nog beter of dat kan anders? Of had je daar bepaalde ideeën over voor jezelf? Dat je zei van een vroedvrouw, dat is mijn ideaal als een vroedvrouw. Zo ga ik dat doen. Ik heb daar bepaalde punten, ik heb aandachtspunten en ik vind dat die benadrukt moeten worden. En bedoel je dan in het ziekenhuis in mijn... Nee, in het feit, toen je in het ziekenhuis werkte, hè, ben je natuurlijk voor het eerst in contact gekomen met het feit dat vrouwen daar gingen bevallen. Oh, maar toen was ik nog zo echt een typje uit de polder. Zo van, nou zo hoort het dus, zo gaat het dus. Ja. En de VU was toen onder professor Janssens, dus was een heel medisch gebeuren met bevallingen. En ik wist niet beter dan dat het zo hoorde. Dus toen ik bij vrouwen later stage liep en zag dat het anders kon, toen dacht ik van, ja, maar dit is natuurlijk heel ouderwet. Dit gaat verloren, want dit kan niet meer. Want zoals we dat in de VU hebben geleerd, academisch ziekenhuis, zo hoort dat. Dus dat was ook mijn grote schrik toen ik op de vroedvrouwenopleiding kwam. En daar gewoon vrouwen allemaal maar zag bevallen. Dat ik dat ook dodelijk saai vond. Van,
ja, weer een spontane AAV. Hè? Dat is voor ons dan het jargon van gewoon niks aan de hand vallen. Ja, ja. Ja, dat heb je na een jaar toch ook wel bekeken. En de spanning en sensatie van grote afwijkingen wat we in de vuur hadden. Ja. Ik dacht van, dat ga ik missen. Maar heel, ja, dat is dus omgedraaid. Dat is anders geworden. Plus er wel pap van die spontane van die fantastische, heerlijke thuisbevallingen die allemaal hun gang gaan. Ja, dat was een ommekeer hoor. Ja. Dat is langzaam aangegaan als je oog krijgt voor de lol van wat er vanzelf spontaan gebeurt. En dat kleine details het gaan uitmaken. Terwijl in de vuur met al die grote afwijking die vrouw natuurlijk absoluut geen rol meer in het geheel speelt, maar leidend voorwerp wordt waar de dokters en de professor hun eer aan behalen. Ja, ja, en ja, ja. Ja, dat vind ik dus niet interessant meer. Dat vind ik dus echt niet meer interessant. Nou, we komen straks even terug op het leven van de vroedvrouw. Hè? Maar nu geef je je onderwijst op de vroedvrouwenschool. Hoe vind je dat? Wat onderwijs je vrouwen behalve de medische kwaliteiten die ze moeten leren kennen en beheersen? Ik ben daar 5 jaar geleden, toen ik uit de praktijk ging, daar aangenomen voor vaardigheidsonderwijs. Ja. En van hoe doe je een uitwendig onderzoek? Hoe kijk je een pasgeboren baby na? Nou, dat ligt dus heel na aan je praktijk. Een ervaring. En daarin kun je overdragen dat er een aantal vaste regels zijn om dingen te doen. Uh-huh. Maar dat daarin ook het respect voor een pasgeborene, voor een zwangere, voor een barende zit. Uh-huh. En nou, dat is iets wat niet in het curriculum van de opleiding staat, maar wat je wel gewoon. Dan kom je een beetje op dat warme hart terecht, natuurlijk ook. Hè? Dus het respect en hoeveel bevalling heb jij gedaan? Heel veel, hè? Honderden waarschijnlijk. Ja, een paar duizend. Ja. Nou, ben jij een vrouw die zelf geen kinderen hebt? Nee. Ook nooit een zwangerschap hebt mogen meemaken? Nee. Hoe sta je daar nou tegenover? Want hoe weet jij wat vrouw, behalve natuurlijk de technische kanten die je hebt, maar hoe weet jij nou, want je weet niet wat een vrouw voelt? In eerste instantie, toen je daar pas mee begon, heb je zoiets van, je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Ja. Dat is natuurlijk gegroeid door de jaren heen. Dat je, als je honderden bevallingen doet, zie je natuurlijk een terugkerend patroon. Hè, en kun je dus een voorstelling en een meevoelend vermogen. Hè, je bent natuurlijk wel heel empathisch, anders dan kun je helemaal niets ondernemen. Maar hoe was dat nou voor jou? Want je wilt ook geen kinderen, je hebt nooit kinderen gewild. Nee, ik denk dat mijn nieuwsgierigheid ook vooral zat van, hoe komt een vrouw nou op het idee om kinderen te krijgen? Dat broedse gevoel, noemde ik het ook altijd. Van, hoe kun je nou zo'n broedse gevoel krijgen dat je zegt, nou, ik word zwanger? Ja. Die nieuwsgierigheid heeft gemaakt dat ik altijd heb lopen vragen van hoe is dit en hoe voelt dat? En dan zie je ook in al die vrouwen die je voorbij ziet komen, dat er wel een rode draad loopt, maar dat iedereen het ook heel verschillend ervaart. Ja. En ik denk dat inderdaad met een beetje die nieuwsgierigheid mee proberen te voelen van, hoe is dat voor jou? En zoveel verschillende verhalen gehoord hebbende, ik me wel een voorstelling kan maken hoe het is om zwanger te zijn. En ook niet. Ik weet dat toen mijn collega zwanger werd, die ook verrast was van, ik dacht dat ik wist wat het was, maar het is toch net even een slagje anders. Een heleboel dingen kloppen wel en had ik ook wel zo bedacht, maar er zijn ook de ervaring is natuurlijk toch een ander gevoel. Ja. Vind jij dat vrouwen goed voorbereid worden op bijvoorbeeld een eerste kind? Of vind je dat dat beter kan? Die vraag in de zin van zwangerschapsgymnastiek en ademhalingsoefeningen, yoga, wat vind je? Dat is heel verschillend, want je stelt hem te algemeen. Ja. Er zijn vrouwen die ervoor zorgen dat ze goed voorbereid zijn. Mm-hmm. En er zijn vrouwen die het ook niet voorbereid willen worden. Hè? Mm. Dus, en op zich dat een goede voorbereiding vinden.
En dan is het precies hetzelfde van hoe goed je voorbereid bent, maar je hebt het nog niet meegemaakt. Dan blijkt het toch altijd ook anders te zijn in de eigen ervaring. En ik moet zeggen dat de aardigste voorbereiding het toch is als je iemand, voordat hij zwanger wordt van zijn eerste kind, of tijdens die zwangerschap, bij een vriendin neer zou willen zetten die aan het bevallen is, van doe dat eens een keer mee. Ja. Maak dat emotioneel een keer mee en zie ook eens een keer van wat het is. Hoe het ruikt, hoe het warm en klef het zweet dat ruikt. Gewoon zintuigelijk eens een keer meemaken. Dat is eigenlijk een algemeen geldende regel, zou je kunnen zeggen, voor alle vrouwen die kinderen gaan en willen krijgen. Zorg dat je het in ieder geval één keer ziet. Ja. Van tevoren. Ja. En dan, stel dat dat net een heel vervelende bevalling is, is dat natuurlijk jammer. Eigenlijk zou je nog wat meer bevallingen moeten zien. Ja. 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 Maar we hebben een keer in de praktijk een heel leuk voorbeeld gehad van een, in de jaren 80 waren de woongroepen zo in, hè? Ja. En nou, dan was het eigenlijk ook vanzelfsprekend als iemand in zo'n woongroep zwanger was, dat de andere vrouwen, een aantal mannen misschien ook wel, erbij zaten. Mm-hmm. En we merkten toen dat een aantal vrouwen die bij mekaars bevalling geweest waren, mm-hmm, in een hele korte tijd een hoop deskundigheid opdeden. En toen ze zo'n beetje bezig waren met de tweede ronde, hè, allemaal een tweede kind. Ja. Dat op een gegeven moment gebeld werd van, Marietje heeft gebroken vliezen, ze heeft wat weeën, maar we zitten hierbij, maar dit schiet niet op. Ja. En als je tegen 11 uur komt, dan is de appeltaart uit de oven en dan kunnen we het misschien samen eens een keer bekijken. Hm. Nou, dat is wel even, hè, alsof je tegen een collega praat. Ja. Nou, toen om 11 uur met de koffie en de appeltaart. Van nee, als het zo doorgaat, dan wordt het niks. Nou, en inderdaad bleef het een beetje zo sukkelig gedoe. Ja, en uiteindelijk heeft ze toen een infuus met weeënstimulerende middelen nodig gehad. Maar die vrouwen hadden dat ondertussen al door. Wat vind je daar eigenlijk van, die weeënstimulerende middelen? Een zegen voor wie het nodig heeft, maar wees er zuinig op, want het is te algemeen, hè, op het moment. Ja, het moet niet zo zijn dat het tijd. Omdat het voor iedereen te lang duurt, maar de bevalling heeft die tijd nou toevallig wel net nodig en dat je dan maar daarnaar grijpt. Ja. Ja, want het lijkt mij dat een bevalling ook een bepaalde tijd nodig heeft. Ja. Dat jammer je gewoon genoeg, nodig hebt. Jammer genoeg voor de een zo lang en voor de ander zo lang. Maar hij heeft het wel nodig. Ja, geduld is dan. En het betekent dat vrouwen moeten kunnen afzien. Want dat zijn vaak hele nare uren om af te zien. Als je niet weet wanneer je klaar bent. Het is voor vroedvrouwen ook afzien. Want je moet toch regelmatig bij die vrouw gaan kijken. En geduld. En op een gegeven moment is het geduld ook op van die vroedvrouw. En dan. Terwijl die bevalling nou nog net even wat langer tijd nodig heeft. Ja. Nou, om even terug te gaan inderdaad op die tijd. Yeah. Hè? Nou, jij hebt jarenlange dienst gedaan als vroedvrouw. En op een gegeven moment ben je in de WO terechtgekomen. Het ging niet meer. Het was genoeg. Het was op. Hoe lang heb je dienst gedaan? Ik ben 18 jaar in de eerste lijn werkzaam geweest. En wat was voor jou. Nou, want je hebt zelfs, ik bedoel tegenwoordig, al die vroedvrouwen hebben kinderen. Ze hebben over het algemeen allemaal gezin. Ik bedoel, de vroedvrouwentijd zoals jij hem eigenlijk nog praktiseerde, waren ongetrouwde vrouwen, kinderloze vrouwen. Dat waren eigenlijk de vroedvrouwen. Nou, mijn generatie begon met kinderen krijgen. Maar eigenlijk in het verleden waren vroedvrouwen toch nog een beetje de oudere, wijzere, zonder kinderen. En die deden het. Hè. Ja. Die hadden ook de energie ervoor. Die hadden geen man, die hadden geen kinderen. Maar dat is allemaal veranderd natuurlijk de laatste jaren. Wat was het nou voor jou dat op een gegeven moment dat het ophoudt, dat je het niet meer aan kan, dat het te veel wordt? Was het overwerkt, te druk? Want je ziet nu ook een klasse, Beatrice Smulders zei het ook, die heeft ook gevochten voor vrouwen, die willen meer salaris en het is allemaal te veel. En dan zie je dus die overgangsfase dat vrouwen meer naar het ziekenhuis toe gaan, waardoor dat groot goed wat we hebben, thuisbevallingen, hè, wat we zo nauwlettend proberen te bewaken, dat verdwijnt.
Vind je dat dat in jouw tijd ook gebeurde? Vandaar dat je op een gegeven moment zei, de overwerkt. Nou, het is een heel complex van factoren. Ja. Op een gegeven moment, als je de 40 gepasseerd bent, merk je dat je herstellingsvermogen afneemt. Dus een nacht doorgaan. Waar ik, toen ik net begon in de praktijk, zei van nou, morgen is even een uurtje eerder naar bed. En nou, dan zijn we er wel weer. Ja. Dat toen ook was van ja, ik ben er een nacht uit geweest. Maar dit kost me dus 2 dagen om te herstellen. En dan moet morgen nacht niet weer iemand me uit mijn bed bellen. Want dan loop ik toch echt op mijn tandvlees. Ja. Er was toen in Amsterdam ook een groot gebrek aan kraamzorg. Dat was absoluut nog geen... het was een zorgenkind voor de vroedvrouwen en binnenskamers in de instellingen ook wel. Maar niet zo eens even lekker aangepakt als het afgelopen jaar is geweest. Mm-hmm. Parkeerbeleid in Amsterdam was natuurlijk een ramp, want wij vielen overal buiten. Oh. En je had een parkeerontheffing waar je niks mee kon. Dus het was een... frustraties komen absoluut acuut weer boven. Ja, ja, ja. Nou, zo waren er meer dingen waarbij je zei van ja, van iedere keer waren wij een beetje het sluitstuk van om alle regels die niet op elkaar passen, dat bij ons terecht kwam. Mm. Van zie maar hoe jij het aan elkaar breidt. Mm-hmm. Nou, dat vreet energie. Ja. Het tekort aan vroedvrouwen liet zich toen ook al behoorlijk gelden, dus wij zaten vaak ook met vakanties en met ziekte, ook al met haar in het hoofd van hoe breien we in godsnaam ons rooster rond. En hoe doen we dit? Dus een heleboel van dat soort zaken bij elkaar is gewoon te veel. Op een gegeven moment had je zoiets van, eruit. Ja, je werd ziek. Ben je ziek geworden? Het is gewoon... Ik ben een heleboel van die vage lichamelijke klachten. Dat je op een gegeven moment zegt van, nou, wat heb ik nou? Nou, en uiteindelijk onder de noemer chronisch vermoeid ben ik dan afgeboekt. Hm. Maar het betekent dat je jaren roofbouw hebt gepleegd. Blijkt dan achteraf als je bijkomt. Ja. En... Ja, en ik moet zeggen dat nog elke avond als ik in mijn bed stap, dat ik... Weet dat je nacht door mag. Niet van, ik word er niet uitgebeld. Ja, dat moet een verschrikking zijn. Ja. Hè? Dat nacht en ontij, en dan weer erin en eruit. Ja, het dus heeft ook zijn leuke kans. Ik bedoel, ik kom nou nooit meer door Amsterdam bij nacht. Ja. De zonsopgangen boven zo'n stille stad of... Nou, van Oost bij Artis in de buurt, dat je daar zomers om een uur of 3:30, 4 Artis hoort wakker worden voordat Amsterdam wakker wordt. Ja, ja, het heeft ook iets. Heeft wel wat, maar... Ja. Ik weet nog dat ik heb 2 vriendinnen als vroedvrouw, dus ik heb ook een aantal bevallingen mogen zien. En dat waren een van de geneugten, waren die ochtenden, dat we dan naar de Kennemerduinen reden. En dan zagen we die zon ophangen en de stilte. Het was ook een... Het heeft volkomen andere wereld waar je in terecht komt. Ja. Zo'n stilte en rust. En dan, wat ik altijd zo mooi vond, was dat voelen van dat kind wat dan ook net gekomen was. Die nieuwe aanwezigheid. Ja. Die bijna heilig. Ja. Heilige momenten vond ik dat. Ja, en als je dan in zo'n huis zit, bij zo'n bevalling bent geweest... Ja. En je stapt dan zo'n huis uit de straat weer op, dat je ineens merkt, hé, is de wereld gewoon doorgegaan? Hoe kan dat nou? Ja, hè? Ja. Het had even toch stil moeten staan. Ja. Hoe kan dat nou in jouw ogen? Dat wat mij altijd zo opviel waarin dit is een soort de heiligheid van zo'n huis. Er ontstaat, het is net als bij doodgaan. Ik bedoel misschien dat het jou daarom ook altijd zo heeft geïnteresseerd, mij ook. Mensen die doodgaan en kinderen die geboren worden. Die ongelooflijke verstilling. Dat ondanks de drukte, het gekrijs van een moeder, van het gekreun, van de pijn. Maar dat je daaronder iets voelt, wat uniek is. Wat zo schoon is. En die vrouwen die dan ook in een stuk, wat mij altijd zo fascinerend vond ik dat. Die vrouwen die helderziend werden bijna. Die alsof ze door tijd en ruimte alles heen konden kijken.
Heb jij dat ook zo ervaren? Dat je bijna een stuk geestelijkheid. Hè? Ja, ik heb in Oost gezeten en ja. We hadden dus nog veel eerste generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen. Waarbij ja. je dan echt ook een taalbarrière hebt van ik en niet begrijpen en ik en niet verstaan. Hè? Dat ja. was gewoon in die ja. tijd ja. vaak heel duidelijk. Maar dat je dan ook tijdens zo'n bevalling een perfecte communicatie hebt. Omdat je als vrouwen onderling bezig bent met een gezamenlijk vrouw zijn. En dat klopt ineens dan allemaal. Of met vrouwen met wie je het anders helemaal niet zo makkelijk kon communiceren. En dan eens bij de bevalling, hè, omdat je in dienst staat van dat kind wat komt, ineens ook samenvloeit ter wereld brengen van dat kind. Dat is echt, dat zijn dierbare herinneringen die ik, godzijdank, allemaal nog met me meeneem. Ja, jij hebt veel bij Marokkaanse en Turkse gezinnen bevallingen ingeleid. Hoe was dat? Hoe gaat het daar anders dan bij Nederlandse vrouwen? Wat is het verschil? Hoe gaan vrouwen, Turkse vrouwen, Marokkaanse vrouwen om met het bevallen? Het verschil, het zijn vrouwen, die kinderen worden op dezelfde manier gemaakt, komen er op dezelfde manier uit. Dus dat maakt allemaal niet zoveel verschil. Ja. En hoe het was om met die vrouwen te werken, ik heb gigantisch veel van ze geleerd, maar ook veel frustratie in de tijd opgelopen. Mm-hmm. Want die eerste generatie vrouwen die hier in Nederland dan kwam met al een kind of 4, 5, wat ze in Turkije of Marokko hadden gekregen. Ja, die gingen natuurlijk niet nu opeens zich aanpassen aan het Nederlandse systeem van hoe dat hier moet. Die gaan gewoon van zo deed ik dat in Marokko en dat ging goed, dus zo doe ik het in Nederland ook. Ja, ja. Frustrerend voor de hulpverlening, maar... Ik ben blij dat die vrouwen allemaal wel zo eigenwijs zijn geweest om hun eigen gang te gaan. Ja. Van die vrouwen hebben we het verticaal baren behoorlijk geleerd. Van hoe je dat het beste kunt doen en hoe je dat aanpakt. Hoe je borstvoeding geeft op verzoek. Want ik ben nog van school afgekomen met echt een strak schema van voeden. Hè? Van, om de drie uur. Om de 3 uur. S'nachts, om de 4 uur. Oh, okay. Wat ik daar niet heb zitten tijd te verdoen op een stoel met een bloknootje. Van als de klok om zo, met de wijzer zo staan. Want de vrouwen zijn vaak natuurlijk analfabeet. Zo staan. Dan moet je die vrouwen echt het allemaal over zich heen laten komen. En hoe moet dat nou? Dat kind dat verhongert hier. En dan kom je de volgende dag en ligt er een blakend kind. Echt met melk die uit zijn oren komt van overvloed. Hey, hoe doet ze dat nou? Hoe weet ze nou dat ze om de 3 uur moet voeden? Ja, ja. Een heleboel van dat soort gewone dingen. Ja, maar voeding ging op aanvraag in de zin van als kind huilt, krijgt het gewoon de tiet. Ja, natuurlijk. Niks, geen 3 gewoon, uur, gewoon heel, natuurlijk. Ja, gewoon zoals het moet. Zoals we nu weer met papiertjes met Nederlandse vrouwen zitten uitleggen van... Die klok hoeft niet als de baby huilt. Hebben we dingen die we bij onze Turkse en Marokkaanse vrouwen leerden. Weer zo van nou, tegen Nederlands vrouw, als je het nou zo probeert, van moet je maar eens kijken of dat kan. Ja. Nou, dat is gewoon heel, heel leuk geweest. Ook bijvoorbeeld bij Surinaamse vrouwen die dan de bita drinken in het kraambed. Hè, zo'n kruidenmengsel. Ja. Dat je eerst denkt van nou, moet dat nou? Het ziet er niet smakelijk uit. En als je die vrouwen hoort, dan smaakt het ook echt net zo bitter als het eruit ziet. Ja. Maar op een gegeven moment dat je bij weer wat Surinaamse vrouwen die al heel weinig contact meer met hun moederland hebben. Ja. En zeggen van nou, bel die nou eens op, want dan krijg je een recept voor Bita. En dat zal voor jouw baarmoeder heel goed zijn om weer eens een beetje even wat en in Bita te cremen. Is? Ja, de recepten zijn verschillend, maar ze doen er een aantal kruiden in die lekker worden gekookt. Die moet je drinken. Ja. Ze moeten ook een soort stoombaden nemen.
Maar ik heb nog nooit bij een Surinaamse vrouw... Maar is dat specifiek voor het samentrekken van, van de baarmoeder? Dat die weer... Ja, in het kraambed echt. Ja. En hebben zij ook bijvoorbeeld, heb je ook nog gezien dat Marokkaanse, Turkse, Surinaamse vrouwen iets gebruiken om de melkproductie goed op gang te houden? Of, Nee. Dat soort dingen. Een aantal dingen werd ook niet zo openlijk gedaan als er van die Nederlandse pottenkijkers bij waren. Hoor. Dus ik steek mijn hand ook niet in het vuur voor alles wat er nog gedaan is als ik de deur weer uit was. Mm-hmm. En dat ze zeiden van nou, die is weg, nou kunnen we weer gewoon het doen. Kunnen het weer doen. Nou, zag ik laatst in de film Het leven van een vroedvrouw, waarin jij de hoofdrol speelt. Zag ik bijvoorbeeld bij een Marokkaans gezin. Fantastisch hoe dat kind helemaal inderdaad ingewikkeld. Strak inge... En ik had zoiets van, ja, dat klopt ook eigenlijk. Dat kind heeft al die maanden in dat water, in die vloeistof gezeten. Toch met voortdurend druk van buitenaf, hè, dat gevoel. Het is ook zo logisch allemaal. Waarom hebben wij die logica niet meer? Nou, we hebben het weer overgenomen, want... Ja. De kinderen in het AMC van verslaafde moeders worden na de bevalling dus net zo ingebakerd om het afkikproces gewoon een beetje het kind wat veiligheid en rust te geven. Maar ja, van verslaafde moeders, waarom niet van gewone gezonde moeders? Op zich ook niks mis mee. Ja. Dus voor onrustige kinderen, voor een aantal huilbaby's, kan het ook een oplossing zijn. Dat je zegt van nou, probeer het eens gewoon met zo'n inbakering. Gedoe. Lekker, dat het kind inderdaad die veiligheid weer heeft en rust krijgt. Ja. En gedwongen wordt om wat rust te krijgen. Ja, het is een prima methode. Ja, het ziet er heel bevredigend uit, vind ik. Ook voor dat kind. Ja. Zo'n heerlijke doek om je heen. Ja. Jij bent mee gaan doen aan een film, Het leven van een vroedvrouw. En die gaan we volgende week laten zien, kijkers. Maar ik wilde eerst Imke Roosing zelf eens uitnodigen om eens wat voor te praten, zodat iedereen al een beetje kent. Waarom ben jij mee gaan doen aan een film? Wat vond je het belang van deze film? Of vind je het belang? Vind je dat het belang heeft? Jetske Spanjer en haar kompanen van het boek Bevallen en Opstaan, die hebben een hele tijd, zijn ook bezig geweest om films over bevallingen te laten zien. Ja. En daar is heel veel aandacht naartoe uitgegaan. Maar op een gegeven moment had Jetske ook het idee van, ja, dat is allemaal leuk, die bevallingen. Maar er is wel iemand die die voorwaarden schept om zo te kunnen bevallen. Ja. En wordt het niet eens tijd om die vroedvrouw in het zonnetje te zetten? Hm. En Jets was bij ons bevallen in de praktijk. Dus op die manier had ze ook zo van... Okay. De geschiedenis van Jetske Hoegot. Jetske en mij gaat... haar ouders komen ook uit Zeeland. Dus onze ouders kwamen bij elkaar ook wel eens op visite. Waar ben je trouwens geboren? Ik ben in Meppel geboren. Meppel, dit is... Dat is Drenthe. Drenthe, ja. Ja, ik ben... Oh, oké. Okay. Omdat je zegt Zeeland, maar goed. Ja, ik ben in Zeeland getogen. Oh, oké. Okay. Dus dat heeft een warm plekje. Warm plekje. En omdat Jetske ook, als het enigszins kon, aandacht wilde geven aan wat allochtone vrouwen in zo'n film. Ja. En om ook te laten zien van ja, dit zijn dingen waar je als vroedvrouw toch mee te maken hebt. En ja, waar je maar een antwoord op moet hebben. Mm. En zo is toen de gedachte ontstaan. En... In principe zou het een film worden over de maatschap waar ik in zat. Met mijn maat. En, maar die was toen bevallen en een jaar ertussen uitgegaan. Hm. En zat toen in Afrika. Ja. En ja, is het dus een film met mij alleen in de hoofdrol geworden. Ja. En dat op zich jammer dat het zo gegaan is. Want het had leuker geweest als onze samenwerking er ook nog in uit naar voren was gekomen. Ja. Was je tevreden met de film? Vond je dat het diep genoeg was? Ja? Op zich vond ik het jammer dat dus de maatschap er niet uitgekomen was. Want het was ook in de tijd dat een aantal vrouwenzaken... bedrijven die vrouwen hadden opgezet ook teloor gingen. Mm-hmm.
En nou, vroedvrouwen waren dan eigenlijk de enige vrouwenbedrijven die het goed deden. Ja. Ja. Dus dat vond ik jammer. Hm. En ja, het is toch een film geworden waar de bevallingen en de zwangeren heel erg een rol in speelden. Ja, wat voor mij dus echt enig is om dat weer terug te zien. En, oh ja, en oh ja, en hoe. En met haar is het nog zo verder gegaan. En zij heeft daarna dat kind gekregen. En ja, omdat het alleen op mij gefocust is, vind ik het wat weinig uitgebreid ingaan op de mogelijkheden die vroedvrouwen kunnen scheppen voor ja. een vrouw. Ja, vond ik ook. Maar goed, het is. Ja. Maar vond dat het inderdaad. Beetje, het was ook een soort tijd. Ja. Ze hadden een soort, nou ja, goed, ze hadden misschien een twee of een drie luik ervan moeten maken. Ja. Dus het moeten meerdere onderverdelen. Ja. Misschien meerdere vroedvrouwen, maar ook een zwangere vrouw misschien wat meer moeten kunnen volgen. En van daaruit ook de plaats van de vroedvrouw duidelijker binnen de zwangere haar leven had kunnen plaatsen. Het is een bepaald ding. Dus wat je nu net zegt over de Turk en de Marokkaan is wel wat van aangetipt. Maar dat is al, als dat je weet wat voor een wat werk voor, oh, dat is al ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. Alleen natuurlijk al het binnenkomen was al een hele kunst. Ja. Zomaar binnenkomen, kom je niet. Nee, we hebben op een gegeven ogenblik met een tolk zijn we een heleboel vrouwen langs gegaan thuis. Nou, dan vragen van nou dit en dat is uitgelegd van ja, ons uitgangspunt, dat is dat willen we doen. Wil je meewerken? Ja, en je weet van tevoren dan al van dat, nou, die mensen zeggen nee. Je moet alleen hopen op die ene onverwachte ja die ertussen zit. Ja. En dat is gelukt. En dat is gelukt. Met inderdaad, met de bevalling, ja, dat wisten we van dat niet zou lukken. Maar dus bij die Marokkaanse familie met het kraambezoek thuis. Ja, enig. Want het geeft dan wel weer aan van dat mijn taak daar als vroedvrouw helemaal niet veel uitleg is geven over de verloskunde. Nee. Wel over van als je pinda's zit te malen, dat je dan pindakaas krijgt. Als ik dat terug hoor, denk ik, ja. Het heeft dus een sociale functie. Hè? Ja, een sociale functie en een soort integrerende functie toch. En dat vond ik wel heel mooi om naar te kijken. Ja. Hè? Dat moment van dat kopje thee en dat kind. En dat je daar toch een soort, ja, iedereen weet het al hoe het moet en hoe het gaat. En, gaat perfect. Het gaat allemaal prima. Niet mee bemoeien. Nee, precies. Precies. Ja. Nou, volgende week gaan we de film bekijken. Ik wilde jou bedanken voor je komst in de studio. En het leven uit een vroedvrouw. Heb je nog iets toe te voegen voor vrouwen die, waarvan je denkt van even toch nog een highlight voor zwangere vrouwen? Iets waarvan een je denkt highlight. Van dat. Ja. Een highlight voor zwangeren. Die een kind gaan krijgen. Die een kind gaan krijgen, ja. Nou, dan hoop ik dat ze van harte de lol van de bevalling kunnen zien. En dat ze zich daarin kunnen overgeven en gewoon lekker gaan bevallen. Dat is denk ik de enige. Gewoon ik doen, hè? Gewoon doen. Gewoon open gaan. Open. Ja. En af en toe even een beetje vloeken en tieren als het even tegen zit. Maar dan gewoon weer oppakken en doorgaan. Ja. Goed, nou, we hebben heel veel vroedvrouwen gezien de afgelopen maanden. Er zijn een aantal gemeen. Ina May Keskin is geweest, Beatrice Smulders heeft u gezien, nu Imke Rozing. Dus er zijn veel vrouwen die je kunnen begeleiden. En nou, ik vond het een hele goede raad in ieder geval van jou. Heb je nog nooit een bevalling gezien? Wil je kinderen krijgen? Doe het. Kijk of je het kunt voor elkaar krijgen. Video's kijken, ook nog een goede tip. Nee, bij een video ruik je niet hoe het ruikt. Ja. Een video is altijd gemonteerd omdat een bevalling zal echt een dag duren. En een video, als die een uur duurt, is het al veel. Ja. De geboorte is teruggebracht tot net het laatste stukje, terwijl er al een uur of anderhalf uur voor die tijd geperst is. Ik vind video's
Geen goed idee. Nee, nou, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Het is inderdaad een dag in het huis zitten, de thee maken, de washandjes aandragen, de massagetjes, de pijn te zien, te voelen en ook de schoonheid ervan en de humor die ook aanwezig is. Hè? Dus ik bedoel, het is een heel afgerond plaatje. Ja. Nou goed, voor vrouwen, probeer het voor elkaar te krijgen. Het is mij ook gelukt en ik ben daar heel blij mee. Alhoewel ik zelf ook geen kinderen heb. Volgende week zijn we er weer. En tot dan.